Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland. En aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 74 is Het Koninklijk Huis van Herman Koch. Dat twee weken geleden als een Beyoncé'tje, overigens een door de schrijver zelf gekozen term, werd gepresenteerd bij de avondshow van Arjen Lubach. Los van het feit dat je een boek wat lastiger spontaan in de openbaarheid kunt brengen dan een digitaal muziekalbum, want er moet papier besteld worden, er moet gedrukt worden en er moet geleverd worden aan de winkels, werd de dag erna duidelijk dat het vooral een succesvol embargootje was. De recensies de volgende dag lieten zien dat de dag- en weekbladen zich vooral vrijwillig voor het karretje van de marketingafdeling hadden laten spannen. Als lezer des Vaderlands loop ik sowieso achter de feiten aan en bied ik geheel vrijwillig een opofferende helpende hand aan de marketingmachines van de bestsellers. En dus ook aan bestseller-auteur Herman Koch. Sinds het erbarmelijke boekenweekgeschenk Makkelijk Leven uit 2017 voelde ik niet meer de drang om nieuw werk van Herman Koch te lezen. Dus heb ik zijn afgelopen romans aan me laten voorbijgaan. En op basis van de reacties op die boeken kreeg ik nou niet bepaald het idee dat ik daarbij iets gemist had. Maar het voordeel daarvan is dat ik dus ook al 5 jaar geen boek meer van deze auteur had gelezen en dus vol goede zin kom beginnen. Het Koninklijk Huis wordt gepresenteerd als een drama in 10 bedrijven rondom een koningshuis. En dat biedt in principe een mooi uitgangspunt voor de schrijver om zichzelf een beetje opnieuw uit te vinden en weg te blijven van de typisch Kochiaanse, cynische, zelfverzekerde ik-vertellers, middelbare mannen met sardonische typeringen van de maatschappij. En dat doet hij ook wel een beetje in dit boek met veel verschillende personages. Personages met een adellijke titel. Koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen zijn geen rocksterren. Ze sterven niet op hun 27ste aan een overdosis. Het blijft bij wat slap gezwaai vanuit een koets, een been in het gips, een paar woorden van lof voor de wereldkampioen polstok hoogspringen. In het woord vooraf belooft te vertellen dat zijn koningshuis juist wel voor spektakel gaat zorgen. En na de eerste 2 hoofdstukken bekroop mij het gevoel dat Koch een geniale opzet heeft bedacht. Hij doet namelijk een slimme knieval richting de bank binge watchers die wellicht wel eens een boek willen lezen, maar dan het liefst wel een roman met een beetje een Netflix tintje. En dat biedt Koch met 10 uitgeschreven afleveringen van zijn serie rondom een koningshuis dat sterk is beïnvloed door de personen en gebeurtenissen van onze eigen Oranje Nassaus. En elk hoofdstuk wordt overigens volgens goed 19e eeuws gebruik ingeleid met een cryptische samenvatting. Prinses Astrid heeft zich wederom in de nesten gewerkt. Aan koning Hendrik de ondankbare taak om haar een helpende hand te bieden. Margarita bedenkt ondertussen een plannetje om Jozef Bosman vaker te kunnen zien zonder dat het meteen verdacht is. De schilder zelf heeft steeds meer moeite om zijn bijzondere band met de koningin geheim te houden. Prinses Vera tenslotte neemt de raadgevingen van prins Arthur ter harte en nodigt de jongen uit op het paleis. Ik denk dat het belangrijk is om te stellen dat dit boek geen satire is op ons koningshuis. Want daarvoor wijkt Koch te veel af van de Willem-Alexander kliek zoals wij die kennen. Misschien kun je het zien als kritiek op de monarchie als staatsvorm. Maar als je het wilt zien als kritiek op de Oranjes, dan ben je denk ik te veel op zoek naar bevestiging van je eigen republikeinse inborst. Koch doet namelijk niet zijn best om de illusie van overeenkomsten met de werkelijkheid in stand te houden. Weinig Beatrix, geen Sorigietas, maar 1 prinsesje van 15 en een koningin die in Amsterdam-Zuid is opgegroeid en een ex-man heeft die regelrecht uit een maffiafilm komt. Voor in een boek staat een motto van Gerard Reve, een schrijver die door Koch wel eens als inspiratie is genoemd. En in dat motto komt het schilderij De Violist van Marc Chagall voor. En het schilderij komt ook meerdere malen in het verhaal terug. En dat motto bevestigt dat de lezer dit boek vooral niet als een puzzel moet gaan lezen, waarbij elk vliegend paard symbool staat voor iets wat de schrijver zou vinden. Ze lagen in bed en keken naar seizoen 3 van The Crown. Het was laat. De koning wist niet precies hoe laat, maar hij voelde het aan zijn hoofd, aan zijn oogleden, aan zijn linkerarm die hij achter zijn hoofd had gevouwen en die gevoelloos was geworden. Wat denk je, zei hij, toen de aftiteling van aflevering 4 of 5, hij was de draad kwijt, door het beeld begon te rollen. Zou er over 10 of 20 jaar ook een serie over ons worden gemaakt?
Of gebeurt er daarvoor te weinig in ons leven? Het kijken van series zoals The Crown gebruikt de schrijver als luchtig motief en dat sluit natuurlijk aan bij de opbouw van het boek in afleveringen. Koning Hendrik is een fervent, maar ook verveeld seriekijker die al na de eerste aflevering van The Killing weet wie de moordenaar is. De dader is altijd het personage van wie je dat het minst verwacht. De lezer is dus gewaarschuwd, want er komt in het laatste hoofdstuk, de laatste aflevering, zoals het hoort, flinke wat vuurwerk. Maar daarvoor moet je wel door wat saaie stukken heen. De flashbacks beginnen op een gegeven moment wel de keel uit te hangen. De leden van het koningshuis rondom koning Hendrik lijken te leven voor schandalen, zoals afpersing, leugens, kleptomanie, pedofilie en vooral overspel. Alsof dat het enige is waardoor ze nog een beetje plezier kunnen hebben in hun leven dat verder vrij georganiseerd is. Maar omdat dit voor al die personages geldt, ontbreekt daardoor alle verrassing. Niemand in deze 5 generaties van koninklijke familieleden blonk uit door een opvallende schoonheid of een bovengemiddelde intelligentie. De lelijke en middelmatige genen waren van generatie op generatie doorgegeven. Het was als onkruid in een tuin dat elke keer weer opnieuw tussen de terrastegels tevoorschijn kwam. Het enige personage met wie ik een beetje kon meeleven was prinses Vera, de dochter van koning Hendrik. Een meisje van 15 die van haar overgrootvader verleidingslessen krijgt die niet helemaal goed uitpakken. Maar vervolgens drukt Koch haar een beetje naar de achtergrond. En dat is jammer. In die wat uitgerekte episodes komt overigens wel een geslaagd oorlogsfragment voor, waarbij de vader en de grootvader van koning Hendrik allebei terugdenken aan de slag bij Arnhem. Met een moment waarbij 3 mensen chocola eten in een keuken. Een spannend moment met een hoog Tarantino-gehalte. De vrouw wikkelde de papieren verpakking en daarna het zilverpapier van de reep, brak er een stukje af en hield het voor zijn mond. Terwijl hij met zijn ene hand het pistool nog altijd op de indringer gericht hield, nam hij het stuk chocola van haar aan en hield het de Engelsman voor. Ik ben zelf niet echt een seriekijker en bij dit boek kreeg ik dezelfde ervaring als bij die paar series die ik heb gezien. Vaak een lekker begin, wat saaiere afleveringen in het midden om dan met groot spektakel te eindigen, zodat mensen toch weer zin hebben om het volgende seizoen te gaan zien. De sleur die van het koninklijk huis niet de zegentocht maakt die het aan het begin beloofde zijn wordt, helaas ook gecombineerd met wat slordigheden in de tekst en ook lelijke formuleringen die de suggestie wekken dat er tijdens het redactiewerk misschien iets te veel haast is gemaakt. 2 lagen ervoor over in een ongemakkelijke houding. Nee, zo ongemakkelijk zou je uit jezelf nooit gaan liggen, wist Carl meteen. Zo lag je alleen wanneer je over hoe je precies lag geen enkele zeggenschap meer had. Herman Koch is met het Koninklijk Huis nadrukkelijk opgeschoven naar de verwende binge-watcher die geduldig wacht op het spektakel of een interessante twist. Maar het boek loopt tegen dezelfde spanningsboogproblemen aan die series en ook soaps met zich meebrengen. Gelukkig maken de climax die totaal over de top is en de typische Koch-observaties over bijvoorbeeld WhatsApp-conversaties, de film Call Me By Your Name en onzinnige kunst een hoop goed.